Volksgezondheid minister Amar Ramadien die is er vandaag uitgebreid ingeweest op aantal vragen welke aan hem werden gesteld. Zo is de Nationale Ziekenhuisraad, maar ook de VMS, ook de verpleegkundigen ingegaan op de zorgelijke situatie binnen de zorg, welke thans gecreëerd wordt door de ernstige brain drain die we hebben binnen de zorg. Dat is het tweede grootste probleem, zeggen zij, na de piek van COVID-19. De minister die ging er als volgt in hierop. U hoort minister Amar Ramadien. Raj Mahango legde de volgende beeld vast. Ja, dank u wel. Ik denk dat u het hebt over het brain drain fenomeen, met name. We zijn al een hele poos vanaf de start van ons als regering geconfronteerd geraakt, los van de COVID-pandemie ook, met een ontwikkeling die in principe sinds 2018 in verhevigde vorm is toegenomen. Dat is het vertrek van gekwalificeerd kader. En met name, ik ga het benadrukken vandaag, het brain drain fenomeen zien we in vele sectoren. We zien het in het zorgpersoneel, we zien het bij onderwijs, we zien het bij financiële deskundigen, bij banken, zelfs nu merk je het ook. Dit komt allemaal omdat mensen beter willen verdienen. Mensen willen een toekomst waar er garanties zijn. En wij snappen ook dat het probleem binnen de zorg, vanwege de beperkte capaciteit aan HR voor wat betreft high care personeel. We praten hier over gespecialiseerde zorgwerkers zoals dialyseverpleegkundigen, ook assistenten en anderen. We hebben ook algemene verpleegkundigen die we een opleidingstraject hebben en die regelmatig instromen. Maar die uitstroom van die algemene verpleegkundigen heeft niet zo'n grote impact op het geheel, omdat je genoeg algemene mensen kan opleiden. Het gaat over de gespecialiseerde functies binnen de zorg, waar als grote delen vertrekken je snel problemen kan krijgen met die afdelingen. En we hebben recentelijk dus het Nationaal Dialoog gehad van de regering. We hebben meerdere overlegmomenten gehad. En daar is duidelijk naar voren gekomen dat cruciale afdelingen binnen de zorg op dit moment dreigen te sluiten. We praten over IC, we praten over NICU, SEH. Nou, ik mag hier meedelen dat op dit moment, vandaag waarschijnlijk nog, een voorstel van de ziekenhuizen waarbij er interventie gepleegd gaat worden vanuit de regering om die gespecialiseerde groep om daar een oplossing voor te bedenken. En let wel, we praten hier over gespecialiseerde zorggroep. Waar hebben we in Suriname gespecialiseerde ziekenhuizen? Dat is AZP, het Slans Hospitaal en het Moengra Medisch Centrum. Andere ziekenhuizen doen algemene zorg, waar de uitstroom, het verloop van de uitstroom ook is geanalyseerd. In ieder geval kan ik zeggen dat bij die drie genoemde ziekenhuizen waar ik het net over heb, er een duidelijk verloop is te zien van het personeel. En dat de regering, vorige week zaterdag hebben wij, niet afgelopen, die week ervoor hebben wij de zorg gehad op het Nationaal Dialoog. Ook de VMS, iedereen heeft het beaamd en bevestigd dat er een halt toegeroepen moet worden. En ik mag u vandaag meedelen, op het eind van de dag zult u wat meer vernemen als het is besproken, dat er een concrete interventie gaat komen vanuit de zorg, vanuit de overheid, richting die groep. En alle andere problemen in de zorg, ook wat betreft waardering van andere zorgpersoneel, dat daar ook naar gekeken wordt in fase 2. Maar fase 1 is nu, ik heb nog maandag een hele grote groep specialisten gehad, mensen gehad, die hebben benadrukt dat als we nu niet iets doen, dat we IC bijna gaan moeten sluiten, mensen gaan weg, etc. We weten dat we niet op het niveau kunnen komen van Bonaire en andere landen. Maar wat we wel vergeten is dat het salaris misschien hoog lijkt,
maar dat de levensstandaard in die landen ook hoog is. Wanneer je daar een belasting betaalt van 300 euro, is dat hier al nu 10.000 SRD. Dus we moeten wel alles afwegen. Een salaris 3.000, 4.000 euro bruto, na aftrek van alles, kinderverblijf 500 euro, vervoer, openbaar vervoer, ziektekostenverzekering betaal je 250 euro nu per maand in Nederland. Dus wanneer je alles aftrekt, hou je aan het eind van de maand ook niet een geweldig salaris over. Het gaat erom, het besluit nemen om weg te gaan, zal goed overwogen worden als je hier ook goede motivatie en incentives geeft. Dus nogmaals, er is een voorstel vandaag die we gaan bespreken, modaliteit, om te kijken als we een interventie kunnen plegen om de motivatie bij dat deel van de zorg nog erin te houden. En ik ga je zeggen, het is een heel mooi voorstel. Ik kan weinig nog erover zeggen, omdat ik het nog niet in de raad heb gebracht. Maar in ieder geval, we zijn ons bewuster van het probleem. En we gaan trachten met dit voorstel, met deze interventie vandaag, rust te brengen en garanties te geven voor die hoogspecialistische zorg. Zodat u, ik en iedereen in het land niet in onzekerheid is als ik hoogspecialistische zorg nodig heb. De algemene zorg is gegarandeerd. Maar dat gaat nu, brain drain, gaat met name bij je bank. Als brain hoger kader in de zorg vertrekt en je daardoor cruciale afdelingen moet sluiten. U zult het niet fijn vinden als u nu naar de SCH moet gaan en u hoort dat er geen SCH verpleegkundigen zijn. Wie biedt dan de zorg? Moeten we dan de SCH sluiten? Wat voor impact heeft dat? Toch? En aan de andere kant, alle andere cruciale afdelingen. Let wel, ik ben in overleg. We hebben overleg met de ziekenhuisdirecteuren. Het een en ander voorbereid, welke vandaag wordt gepresenteerd aan de regering als een voorstel. En ik hoop tegen het eind van de dag dat we kunnen uitkomen met een statement. Dit is het. Dit is een tussentijdse oplossing alvast. En we komen. We werken ook aan die functiewaarde. Terwijl we hier praten op het moment is het ACP-personeel en het ALV. Omdat het een rechtszaak is waar de rechter een comparitiezitting heeft gelast. Comparitie. Voor het oplossen van het honorarium en de waardering van zorgwerkers. Daar zijn we structureel bezig. Want we hebben nu een systeem, VISO, CAO, we hebben toelagen. Dat proberen wij te structureren en wat we noemen een functiewaardering voor de zorg. En de functiewaardering moet een structurele oplossing bieden. Maar dat gaan we niet nu ready hebben. Meneer Ganesh, u snapt dat sinds de jaren 80 er toelagen worden toegekend aan zorgpersoneel. Toelagen zijn niet waardevast. Toelagen zijn niet pensioenvast. Toelagen stoppen zodra je niet meer werkt. Dus wat wil je? Je wil liever een goed honorarium, een basis, pensioengrondslag ook goed is en daarmee meer garanties zijn. En de bonden zijn wat dat betreft wel op één lijn met ons. En ook, zien ook in, hebben ook een medewerking verleend om die functies goed te gaan categoriseren. Over welke functies praten we? Dus we zijn wel bezig, structureel. Aan de andere kant onderneemt de regering ook pogingen om het sociaal vangnet beter te maken, creëren koopkrachtversterkingen, zeker voor kwetsbare groepen. En wij kijken naar hen een specifiek probleem. Het specifiek probleem is de brain drain. En we gaan die discussie kunnen lang voeren. Maar iedereen weet dat AZP, Zwans Hospitaal en MMC allemaal een SCH, een soort SCH hebben en IC hebben waar er dreigingen zijn. En waar die hoogspecialistische zorg wordt verleend, dat we daar moeten interveneren. Met dat extraatje, dat jullie nu gaan doen en waarover we later op de dag meer informatie krijgen, hoe zal dat gefinancierd worden? De begroting van de volksgezondheid? Ja, dus we hebben dat allemaal met financiën en volksgezondheid besproken. En de begroting van volksgezondheid zou worden ingezet om te kijken naar, ik zou het geen extraatje willen noemen, dat leek een beetje, ik zou eerder zeggen dat wij een waardering moeten geven om de mensen te behouden. Want dat is de oproep die ik doe. Ga niet weg. We hebben u nodig. En hoe kan ik dat uiten? Door inderdaad u iets toe te kennen wat u wat meer houvast biedt. En we weten dat geld niet alles kan oplossen. We weten ook niet hoeveel u het zou willen verdienen. Als ik u zou vragen hoeveel u zou willen verdienen voor het werk dat u dagelijks doet, dan gaat u altijd hoog grijpen. En u gaat vergelijken met het buitenland. Maar die vergelijking gaat niet altijd op. Omdat vergelijken met het buitenland is ook vergeleken met een hogere levensstandaard, vergeleken met hogere belastingsgeven, vergeleken met een hogere, maar de kwaliteit van het leven is ook belangrijk.
Terwijl de mensen weggaan, laten ze ook hun familie hier achter. Ja toch? Dus mensen gaan niet zomaar weg. We zijn ook bezig een diepteanalyse te doen, heb ik in de begroting gezegd, over de prikkels waarom mensen weggaan. Wat moeten we als regering doen om mensen beter te waarderen en langer te houden in het land? Brain drain is geen norm, is geen abnormaal verschijnsel. We moeten ook niet doen overkomen alsof we alleen in Suriname brain drain hebben. Mensen vertrekken ook van Nederland naar Zwitserland. Mensen vertrekken ook van Nederland naar Dubai. Omdat men steeds, de mens is zo ingesteld, je wil overleven. Ja? De evolutietheorie zegt, the fittest of the survival of the fittest. Nou, dus je moet mensen gaan, hoe dan ook, het zal nooit goed zijn. Het zal altijd, maar je gaat naar jouw standaarden, binnen jouw budget, binnen jouw mogelijkheden iets moeten doen. In overleg uiteraard. En naar tevredenheid. Minister, u viel zo mooi aan dat brain drain iets normaal, dat het normaal is. Maar als we kijken naar de mate van hoe het geschiet, hier in de dagen, moeten we heel zorgelijk praten over de situatie. Ik stelde u nog vorig jaar de vraag, of in verleden jaar de vraag, met betrekking, is er een crisisplan over hoe de gezondheidssector te kunnen redden na een COVID-19 periode? U zei, u zou een presentatie houden aan de samenleving om duidelijk aan te geven waar het allemaal mis is gegaan en wat we allemaal kwijt zijn geraakt. Nu zitten we in de situatie waarbij ruim 80% of meer dan 80% van het verplegend personeel, maar ook specialisten vertrekken uit het land. Dat is zorgelijk. Meer dan zorgelijk. Is niet iets van nu, het speelt er al een tijdje, maar nu in ergere mate. Wat, u heeft alle oplossingsmodellen genoemd, was dit te voorkomen, minister? Ik wil toch ingaan en laat me dit aangeven. Als u zegt 80%, dan neem ik aan dat u dat hebt onderzocht en dat u daar concrete cijfers over heeft. Dus ik zou willen, als u daarna refereert, ik ben niet verantwoordelijk voor die uitspraak. Want 80% van het verplegend personeel betekent 80% van 6000 mensen. Dus u wil me zeggen dat 4800 personen nu op vertrek staan. Dan kunnen we de tent sluiten.